Welkom in ons Halloween Museum. We zijn hier in de bar van ons museum. En daar hebben we dus vanmiddag al de kindertjes blij gemaakt met een heerlijk drankje. Ja, en een heerlijk drankje, wat houdt het in? Een klutsje van het een en het klutsje van het ander. Te samengesteld in ons thema, de vuilnisbelt. En een troep hier. Het lijkt wel een vuilnisbelt. Hier, nog een zak met rotzooi. Wat moet ik ermee? Potje aan, doe we toch. Een zak met vuilnis. Dat was een mijl. Ik heb wat gevonden. Een postel om mijn haar mee te wassen. We hebben ieder jaar een nieuw thema. Het tweede leven. En vorig jaar werd het al het thema bekendgemaakt. En iedereen, onze vaste vrijwilligers, ongeveer 20 van jong tot oud, doen mee. En die komen dan door het jaar heen met ideeën. Oh, kunnen wij dit niet doen? Of kunnen wij dat niet doen? En soms denk je van, wat moet ik met dat thema of met dat idee? En dan op een gegeven moment, dan denk ik, ja, dat kunnen we wel gebruiken. Dat is hartstikke leuk, want we hebben van jong tot oud, er zijn geestjes bij, dat heb je misschien al een keer gezien. Ons spookje, dat is 7 jaar en de oudste, die is 56 jaar. Hoe heet je? Vienna. En waar kom je vandaan? Ierseke. En hoe oud ben je? 7. En welke rol speel je in het Halloween Museum? Casper, het lieve spookje. Vind je het leuk om te doen? Ja. En het is een leuke ploeg. En we vangen elkaar op. De ene doet een keer dit en de andere doet een keer dat. Staat er iemand net niet op zijn plek? Oh, dan neemt de ander het over. En zo verzinnen we een hele middag leuke dingen aan elkaar. Oké, ik ben het goed zien. Ik ben het Heel stil zijn, we zijn hier namelijk in mijn bibliotheek. Ik zie al heel goed dat alle mensen heel rustig aan het lezen zijn, dus heel stil zijn alsjeblieft. Wil je de slijmmeisjes ook zien? Wat? De slijmmeisjes. Slijmmeisjes? Hebben jullie al gezien of nog niet? Nee. Nou, dat komt dan later nog wel. Oh. Ik heb de slijm gekocht en daar heb ik deze prachtige muur zo heel strak voor hangen. Kan ik ook bij een van jullie eentjes doen? Wie zijn jullie? Wij zijn de slijmmeisjes. En wat zijn jullie nu aan het doen? We zijn appelmoes aan het maken, maar het is slijmerig geworden. Ja. Welkom in mijn laboratorium, waar ik hele mooie schepsels maak. Planten, dieren, mensen. Sst, dat mag niemand weten. Hier ziet u een hele mooie plant. Pas op, ze kunnen bijten. Maar ja, van mij houden ze. Ik ben dus de heks, die met de groene vingers. Dus ik maak allerlei planten. En degene die hier naast staat met zijn prachtige bloemen, die stuurt al het gif naar mij. Dus ik zorg dan weer voor dat die weer helemaal mooi worden. En door al dat geknutsel wat ik doe, gaat het dus ook wel eens mis als de elektricien hier zijn eigen ophangt. Ja, dan krijg ik vleesetende planten. En de mensen die hier aankomen, ja, dan zeg ik pas op, maar ze kijken altijd naar mij. En ze zitten niet naar de vleesetende planten te kijken, dus dat hebben ze niet door. Ja, ik ben de statische elektricien. Ik ben dit hier allemaal aan het onderzoeken. Ik weet nog steeds niet wat het doet. Kijk maar. Je kan er door onder stroom staan. Kan je wel zien aan mijn haren. Kijk, ik wil ook niet zo eindigen als mijn vader daarboven. Die heeft het ook geprobeerd. Maar dat is helemaal fout meegegaan. Die hangt goed tussen de kabels. Ik ben de rattenverkoper. Ik verkoop ratten. Het zijn deze ratten. Ze zijn 3 dagen oud. Ze zijn heel nasje. Ze zijn heel lekker. En hier is mijn piratenschip. Het piratenschip is afgebrand. Ja. Dit hebben we ook. En mijn schatkist, maar daar zit geen schat meer in. Hallo, ik ben de klokkenmaker in het museum. Ik verzamel in mijn kamer alle klokken van de schroot.
En daar repareer ik ze ook. Ik zelf ben een tikje doorgedraaid. Maar mijn ticket, die tikken niet meer, want een spookje heeft ze allemaal kapot gemaakt. En dan moet ik ze allemaal weer repareren. Nou, ik verkoop dus kleding. En ik haal het hier allemaal van de vuilnisbelt. Dus ik haal die mooie dingen van de vuilnisbelt. En die verkoop ik weer verder hier zo. En nou, ik vind dus jurkjes vind ik. Ik vind sjaals. Ik vind tassen, die kunt u ook als tas gebruiken. Ziet eruit als een sjaal. Het is een tas, kijk, kunt u gewoon allemaal dingetjes inleggen. En ja, ik heb ook hoeden en zo, dus fantastisch. Misschien wel voor u. Hallo, hoe heet je? Carmen Rietveld. En hoe kom je hier terecht? Ik zit hier op de camping in Sluis. En je bent nu in het Halloween Museum. Ben je al rondgegaan? Ja, we zijn al net geweest en het was heel leuk, ja. Wat vind je het leukste ervan? Dat het voor alle leeftijden is en het is ook niet te eng. Het is gewoon ook mooi, vooral. We kwamen ook nog bij iemand die vleesetende planten had. Op het laatst kwamen we nog bij een caravan. En daar maakten ze appelmoes. Maar het liep de hele tijd verkeerd en toen mocht je een snoep ook wel uitkiezen. Was het eng? Nou, niet heel erg. Het was niet heel eng, maar wel spannend. Iedereen speelt erop in, wat heb je aan attributen en je maakt daar je verhaaltje bij. De ene doet het streng, de ander doet het lief. En we proberen zo een beetje een balans in het museum te hebben, dat je een keer schrikt. Dat je het ook leuk vindt, dat je ideeën op doet, dat je denkt, oh, dat kan ik ook doen. Kijk hier, die mooie grammofoonplaten. Ja, wie gebruikt ze nog? Weinig mensen, maar je kunt er lampenkapjes van maken. Zo, noem maar op, het tweede leven van zoveel dingen in het museum dat we hergebruikt hebben. Laten we maar proosten, ja, laten we erop drinken. Dat het weer een gezellig Halloweenfeest was. Alsjeblieft, dankjewel. Heerlijk, die rattengif. Ah.